Oké, jij bent op zoek naar een hele goed werkende deodorant. En je weet al dat je bepaalde stoffen moet vermijden, waaronder alles waar aluminium voor staat. Die stoffen wil je echt niet in je deodorant hebben zitten, maar je hebt nog geen goede gevonden. Wat zou je dan kunnen gebruiken? Als je de uitdrukking smeer niets op je lichaam, spray niets op je lichaam wat je ook niet in je mond zou stoppen, als je dat echt letterlijk wilt nemen. En ik adviseer je om dat zoveel mogelijk te doen. Dan zou je daarvoor een citroen kunnen gebruiken als hele goed werkende deodorant. Ik werd daar laatst weer even aan herinnerd. Ik heb blijkbaar jaren geleden daar al eens een videootje over gemaakt. En ik ben het een beetje vergeten, eerlijk gezegd. Maar in die hele hete zomer die we toen hadden, gebruikte ik citroen als deodorant. En dat werkt echt perfect. Wat je kan doen is hem even door het midden snijden. Ik zal het even doen. En hier dan een plakje van snijden. Niet al te dun, een beetje een dik plakje. Anders vouwt hij gelijk dubbel. En dit kan je dus gewoon lekker onder je oksel smeren. En je zult echt merken dat dit een deodorant is die echt gezond is voor je. Je gaat er wel van zweten, maar dat is heel goed, want je lichaam wil juist zweten. Maar het voorkomt dat je daar een naar luchtje of nare geurtjes van krijgt. Eerlijk gezegd is dit de best werkende deodorant die ik ken. Ik gebruik het niet altijd, moet ik zeggen. Ik heb ook wel inmiddels een paar andere hele goede deodorants zonder aluminium en al die moeilijke woorden erachteraan. Maar ben je op zoek naar 100% natuurlijke deodorant, gebruik dan een schijfje citroen. Je kunt hem een paar keer gebruiken. Wikkel hem even in een papiertje, leg hem in de koelkast. En zorg vooral dat je huisgenoten dat niet even lekker op gaan eten als je huisgenoten hebt. Maar je kunt het een aantal keren gebruiken en dan vervolgens snij je weer een nieuw plakje af. Dus ik dacht met deze mooie zomer die we hopelijk gaan krijgen, ik laat het je heel even weten. Zorg in ieder geval dat je een deodorant gebruikt waar geen aluminium in zit. Want dat sluit je poriën af. Dat zorgt ervoor dat die toxische stoffen die in de deodorant zitten niet naar buiten kunnen. En dat wil je niet, want die toxische stoffen gaan in je borstweefsel, het vetweefsel van je borsten zitten. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Hey, neem een schijfje citroen, zou ik zeggen.